Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik zit op mijn favoriete plekje in dit huis. Ik vond het wel heel erg gepast voor deze video. Ik wil namelijk jullie vragen beantwoorden over journalen en daarna een real-time journal with me opnemen. Sorry trouwens dat het hier zo hol klinkt. Er staan geen meubels in, dus vandaar dat het een beetje anders klinkt. En ik bedenk me nu ineens dat ik ook mijn microfoon kon gebruiken. Alleen mijn laptop is niet genoeg opgeladen daarvoor. Dus voor deze keer moet je het even hiermee doen. Deze video bestaat dus uit twee delen. En ik ga de real-time journal with me. Ik weet nog niet hoe lang die wordt. En misschien houd ik het nog even kort om te kijken hoe het bevalt. Ook voor jullie vooral, hoe het bevalt aan jullie kant. Ik wil heel graag beginnen met de vragen die ik echt dagelijks krijg over journalen. Dus ik heb ze eventjes in mijn telefoon opgeschreven. En daar wil ik heel graag mee beginnen. En daarna gaan we lekker samen journalen. Ik zet zo meteen ook het tafeltje gewoon goed en een kaarsje aan. En ja, dan kunnen we ook met z'n allen genieten van zonsondergang. Dit is eigenlijk de plek waar ik zelf altijd journal. En deze plek heeft echt alles meegemaakt. Dit is echt de plek waar ik tot rust kom en naar het super mooie uitzicht kan kijken. Ik zal trouwens hieronder in de beschrijving zetten wanneer ik begin met de real-time journal. Mocht je de vragen, mocht je de antwoorden op de vragen niet willen horen, kan je gelijk doorskippen naar de real-time journal with me. Oké, de eerste vraag die ik heel vaak kreeg is: waarom ik journal? Ik ben iemand die heel veel nadenkt en de gedachten gaan echt overal en nergens. Dus voor mij is het echt een manier om uit mijn hoofd te komen en meer in het moment te zijn. En als ik minder in mijn hoofd zit, pieker ik minder, ben ik veel relaxter. Mijn gedachten vallen gewoon echt op hun plek en soms, weet je, we kennen het allemaal dat we zoveel denken. Ik weet niet hoeveel gedachten je per seconde hebt of zo. Volgens mij zijn er een research naar gedaan, maar in ieder geval ontzettend veel. En dit is echt een manier om daarin rust te vinden en orde. Zo kan ik bijvoorbeeld heel erg nadenken over iets, maar zodra ik het journal, is het helemaal niet zo erg als dat het in mijn hoofd is. Of is het veel makkelijker dan wat ik denk. En nog een belangrijke reden is dat ik op deze manier mijn emoties ook verwerk. Als iets me heel zwaar op het hart ligt of er is iets gebeurd. Ja, ik voel me gewoon niet goed. Dan is dat voor mij ook een manier om dingen te verwerken. Het brengt je echt steeds dichter en dichter bij jezelf. En je gaat jezelf zo goed leren kennen. Dus dat zijn eigenlijk de hoofdredenen waarom ik journal. En wat ik eigenlijk eerder al zei is dat ik dus minder pieker, waardoor ik dus beter slaap. En we all want good sleep. De tweede vraag is: wat is het effect van journalen? Ik spreek nu vanuit mezelf, maar ik weet ook dat er wetenschappelijke onderzoeken zijn gedaan naar journaling. Dus zoek die vooral op, lees je in als je dat interessant vindt. Stel je voor ik journal 's avonds, dan laat ik echt alle indrukken, alles wat er is gebeurd, laat ik van die dag los en kan ik dus rustig gaan slapen. Zodra ik 's ochtends journal, dus net nadat ik wakker word, kan ik gewoon heel rustig en chill mijn dag beginnen. En dat is voor mij het grootste effect. Ja, dat ik mezelf gewoon heel erg goed ken. Als ik bijvoorbeeld momenten heb dat ik me heel erg overweldigd voel of heel erg emotioneel, zodra ik dus mijn journal erbij pak, dan voelt het gewoon heel erg fijn, want ik kan gewoon alles schrijven wat ik wil. Ik ervaar journalen echt als een momentje voor mezelf. Ik creëer echt dat momentje voor mezelf. Dus ja, dat is voor mij ook een stukje self-care. Wat schrijf ik in mijn journal? Als ik 's ochtends schrijf, dan ben ik dus net wakker en ik noem het zelf morning thoughts. Dit zijn eigenlijk gedachten die ik gelijk heb als ik wakker word. Dit kan ook een vraag bijvoorbeeld zijn die ik mezelf stel van: hoe heb ik geslapen? Wat heb ik gedroomd? Hoe voel ik me vandaag? Ja, voor mij voelt het echt als een bewustzijn van: oké, hoe voel ik me? En ook een soort van: als ik bijvoorbeeld heel erg moe ben of echt slecht heb geslapen, dan probeer ik mezelf ook gerust te stellen en mezelf echt zo'n boost te geven van: kom op, you got this.
En zoals ik zo ga doen, schrijf ik ook hoe mijn dag is gegaan, wat ik heb ervaren die dag. Of ik schrijf dus dankbaarheidsbrieven of lijstjes, dus waar ik dankbaar voor ben van die dag. Dus het zijn eigenlijk vragen die ik mezelf stel en eigenlijk ook dus een soort dagboek. Nu journal ik niet van vandaag heb ik dit gedaan, toen heb ik dat gedaan. Zo niet, maar ik zit meer in de insteek van hoe heb ik deze dag ervaren. Wat raakte mij, wat triggerde mij, wat vond ik heel erg leuk aan deze dag. Dat soort dingen. Een andere vraag die ik super vaak kreeg was deze. Hoe begin ik met journalen? Mijn enige antwoord is gewoon doen. Koop een leuk boekje. Het hoeft niet super fancy te zijn. Ik heb deze van de Bijenkorf echt heel erg simpel. Hij is ook niet super dik. Hij is gewoon normaal met lijntjes. Ik hou zelf erg gewoon van simpele dingen. En je hebt natuurlijk ook bullet journals. Als je meer van de creatieve kant bent. En echt van tekenen en plakken en zo. Dan zou ik je vooral een bullet journal aanraden. Maar ik vind dit soort journals gewoon heel erg fijn. De volgende vraag sluit daar heel erg mooi aan. Dat is wat voor vragen ik aan mezelf stel. Ik vraag bijvoorbeeld hoe ik deze dag heb ervaren. Hoe ik me op dit moment voel. Wat is de reden dat ik me zo voel? Waar komt het vandaan? Waarom raakte ik getriggerd door die ene situatie of door die persoon? Waar ben ik vandaag dankbaar voor? Wat is een belangrijke les die ik vandaag heb geleerd? Wat kan ik vandaag loslaten? Ik denk ook als je net begint met journalen of je hebt zoiets van ik weet echt niet wat ik moet schrijven. Stel jezelf zo'n vraag en echt het antwoord komt vanzelf. Je gaat vanzelf schrijven. Ik zal trouwens bij de real-time journal ook de vraag gewoon hier in beeld zetten die ik op dat moment aan mezelf stel. Want dan ervaar ik misschien nog intenser, zeg maar. Dan had ik nog een interessante vraag en dat was mijn gedachten gaan sneller dan mijn pen. Nou, girl, dit herken ik. Wanneer ik dat zelf eigenlijk heb, weet ik gewoon dat ik zo druk in mijn hoofd ben en zo overwhelmed dat ik echt even gewoon bewust hier moet zijn. Die gedachten gaan zo snel. Dat betekent dat je dus niet hier in het moment zit, maar dus overal. Dus wat ik eigenlijk altijd doe als ik dat ervaar, is ik haal gewoon even heel bewust adem. Gewoon heel langzaam in en uit. En dit doe ik ongeveer 3 keer. Zodat ik echt even, zeg maar, tot rust kom en tot mezelf. Dan merk je vanzelf al dat je al wat meer tot rust komt. Ik heb trouwens in een van mijn podcast afleveringen een meditatie opgenomen. Die zal ik hieronder in de beschrijving eventjes linken, mocht je dat leuk vinden. Ik wil nog even zeggen dat alles mag in een journal. Het is jouw journal, het zijn jouw gedachten. Jij schrijft, je schrijft geen boek. Je hoeft niet hele zinnen te schrijven. Of al schrijf je voor mijn part steekwoorden op of korte zinnen, lange zinnen. Het maakt allemaal niet uit, maar schrijf gewoon. Let niet op zinsopbouw of taalfout dat je echt vet precies gaat schrijven. Ik lees zelf mijn journals bijna nooit terug. Af en toe doe ik het wel om te kijken van oh, hoe voelde ik me in die periode. Maar ja, meestal niet. Dus echt, ik schrijf gewoon en dan volgende bladzijde en dan hup. Ja, lekker gaan slapen of de dag beginnen. Ik journal dus of net nadat ik ben wakker geworden of net voordat ik ga slapen. Oh ja, en je hoeft echt niet elke dag te journalen om een positief effect ervan te krijgen. Ik journal echt wanneer ik het voel om te journalen, wanneer ik de behoefte eraan heb. Meestal is dat door om de dag te journalen. Ik ga de camera iets zachter zetten, dat je zeg maar echt de zonsondergang ziet.
was mijn journal sessie.